Goedendag, ik ben Gwen van Dinter, ergotherapeut. Ik ga u iets meer vertellen over de Toprotroja-rollator. Degene die u hier ziet is de Toprotroja 2G. Ik zal beginnen bij de handvaten. Die zijn ergonomisch comfortabel en liggen fijn in de hand. Daarnaast kunnen de handvaten op hoogte ingesteld worden voor een juiste ergonomische houding aan te nemen. Dit kan door middel van te draaien aan deze wieltjes. Wanneer u bijvoorbeeld wil gaan zitten om uit te rusten, maakt u gebruik van de remmen. Deze remmen duwt u naar onder en dit zorgt weer voor meer veiligheid wanneer u wil gaan zitten. Daarnaast ziet u hier ook de rugsteun, die u extra steun biedt in de rug. Dan ziet u hier dat de rollator ook beschikt over een klein belletje. U ziet hier een tasje. Wat heel handig is wanneer u bijvoorbeeld uw boodschappen wil doen. Dit tasje kan ook afgenomen worden en daar zit een riempje bij waarmee u het tasje bijvoorbeeld ergens mee naartoe kan nemen. Ik zal u even laten zien hoe dat tasje afgeklikt kan worden. Op deze manier. Wanneer u de tas van de rollator heeft afgenomen, kan deze makkelijk ingeklapt worden. Wat heel fijn is wanneer u hem bijvoorbeeld wil vervoeren. Dit kan door met weinig kracht aan dit grijze handvat te trekken, zoals u hier ziet. En dan wordt hij mooi ingeklapt. En wanneer u hier duwt, klapt hij ook weer heel fijn uit. Dan kijken we nu naar de bandjes. Dit zijn de best beschikbare bandjes voor een rollator. Dit zijn gelbandjes, welke ervoor zorgen dat u geen schokdemping ervaart. Wat heel fijn is wanneer u bijvoorbeeld op stenen rijdt of dat soort dingen. Wanneer u meer informatie wil over rollators of andere producten in ons assortiment, wil ik u graag doorverwijzen naar onze website.